Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik pak er even een sigaret bij, want deze video gaat over de nieuwe regel in winkels. Dus ik steek even mijn sigaret aan. En dan gaan we het daar eens over hebben. Want er is vanaf vandaag, op 1 juli, mogen ze geen sigaretten meer verkopen in supermarkten. Voor sigaretten moet je nu speciaal naar een tabakszaak om daar sigaretten te halen. Want van de overheid mogen winkels geen sigaretten meer verkopen. En dat vind ik dan weer een beetje van, ja, moet de overheid zich daarmee bemoeien? Het is, ja, is het niet de keuze van de winkel zelf of ze sigaretten willen verkopen of niet? Kijk, je moet sigaretten natuurlijk niet aanmoedigen en zo. En je moet natuurlijk altijd zeggen dat het slecht is. Want als je nu zegt van sigaretten zijn gezond, dan ben je aan het liegen. Dus je moet wel zeggen van sigaretten krijg je kanker. Dat je dan zegt van, ja jongens, wel goed oppassen. Want van sigaretten krijg je kanker en je wil geen kanker. Dus dat moet ze natuurlijk wel zeggen. Maar moet ze het gelijk helemaal verbieden? Nee, dat vind ik dan weer moeilijk. Want ik denk eigenlijk van, ja, supermarkten moeten gewoon zelf weten of ze sigaretten verkopen. Ja of nee. Kijk. Nou is een tijdje geleden is de Lidl, die is toen gestopt met sigaretten verkopen. Maar dat was volgens mij wel een eigen keuze, omdat hun een rookvrije generatie willen. Maar goed, als de winkels zijn die zeggen van, ja ik wil gewoon sigaretten blijven verkopen. Heeft de overheid dan te bepalen of ze het wel of niet mogen verkopen? Ik denk eigenlijk van, ja ze mogen het wel bepalen, maar ik vind eigenlijk van niet. Ik denk eigenlijk van, ja jongens, laat die winkels dat lekker zelf bepalen. Want hun willen ook geld verdienen op sigaretten. Dus laat ze het gewoon lekker verkopen. Kijk, als winkels zelf zeggen van, ja, ik wil geen sigaretten meer verkopen. Dan kan ik dat ook wel begrijpen, want voor sigaretten kan je ook eerder doodgaan. En als je nou bijvoorbeeld 5 jaar eerder doodgaat, ja, dan zijn ze wel die klant voor 5 jaar kwijt, terwijl ze er nog 5 jaar aan kunnen verdienen. Dus, ja, de overheid. Die zou eigenlijk niet moeten bepalen van of welke winkels het dan wel verkopen of niet verkopen. Kijk, roken moet een eigen keuze blijven. Natuurlijk moet je waarschuwing hebben zoals op dit pakje staat. Kijk, het staat hierop. Kinderen van rokers gaan ze vaak ook roken. Nou ja, dat maakt voor mij niet uit, want ik heb geen kinderen zover ik weet. Maar tuurlijk moeten waarschuwingen er wel op, maar helemaal verbieden, dat gaat te ver. En ja, tuurlijk, iedereen weet dat roken slecht is, want van roken kan je longkanker krijgen. En longkanker is kankervervelend. Dus daar moet je natuurlijk ook aan denken. Nee, maar zo'n sigaretje op zijn tijd, nee, dat vind ik wel lekker. Maar ja, nu de overheid zich over mee gaat bemoeien, dat is natuurlijk wel vervelend. En het is ook slecht, hè. Want er gaat heel veel geld van de sigaretten, die gaat naar de belasting. Heel veel geld naar sigaretten gaat naar belasting. Als nou niemand meer zou roken, krijgen we dan extra belasting of hoe zou dat zitten? Ik heb geen idee. Maar ik vind wel, winkels moeten gewoon zelf bepalen of ze sigaretten willen verkopen, ja of nee. En daar heeft de overheid, die moet daar gewoon zijn mond over houden. Want er zijn mensen die sigaretten nodig hebben. Want sigaretten, het helpt ook tegen stress en je gaat er eerder van dood. Of dat zo'n voordeel is, weet ik niet, maar voor mij wel. Goed, ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Rook een lekker sigaretje erop. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.